Vanaf mijn video, vanaf mijn computer ga ik het nu proberen om de films over te zetten. Maar waar is dat tikje hier? Zo. Dit is de 18e, geloof ik. Dat is 18 juli. Daar ben ik bezig via YouTube me enorm te informeren over orgon, energie. En blijkbaar werkt het dan al door op de nachtcamera. Ik heb deze dingen nog nooit gezien, wel lichtbollen. Maar dit is helemaal nieuw ook voor mij. Dit is ook zo bijzonder. Een regen van energie. Die daar op die plek komen waar nou die witte wolk is. Het lijkt wel of daar een soort vortex aan het ontstaan is. Of uit de grond al die energie komt. Nou heb ik gelezen dat de negatieve ionen vrij chaotisch vliegen van links naar rechts enzovoort. Dus het zouden de negatieve gezonde ionen kunnen zijn. Zo, deze kant is beter. Kijk, dan gaat dat weer in het midden gebeuren. Dit zijn dus duidelijk geen insecten. Ja, wat daar gebeurt is dus totaal onduidelijk. Er is geen flits, we hadden geen onweer. Ik zal alle films nog een keertje afspelen. Dan komt deze ook nog terug. En dan hier in de rechterhoek gaat weer zo'n straal met lichtbollen aan elkaar. Ik heb iedere nacht de camera anders gezet om te kijken of ik dus dat grote licht kon filmen. Maar dat heb ik niet meer teruggezien. Oké, ik moet hem even op pauze zetten. Dan gaan we weer verder. Het wordt een lange video. Oh, hij doet het nog niet. Dat wordt inderdaad een lange video. Hier is hij. Ja, daar gaat hij. Probeer het een beetje schuin, jongens. Dan is hij wat grijzer in beeld. Anders wordt hij zo blauw. Bovenin zit ook nog een bol, hoor. Er zitten een paar bollen achter elkaar. We hebben ook gedacht aan een draad van een spin. Maar het komt van veel hoger en daar is helemaal niks meer. Dus dat kan helemaal niet. Van veel hoger dan de weilandpaal bedoel ik. Daar vormt zich weer daar in het midden. Ik ben blij dat het op de camera nu ook te zien is.
een beetje weerschijning van de achtergrond. Het spijt me heel erg, ik kan niet anders. Nou, dat is de laatste. Dat is die nacht dat ik die stralen gefotografeerd zijn uit die emmers van de cloudbusters. Laat ik hem op deze kant staan. Dat was het. Nou, ik hoop dat jullie er plezier van hebben gehad. Doei doei!